de mannen vallen, weten zij dan niet dat alleen een vrouw kan balanceren op de rand van een hoge houten wand. Tussen hemel en aarde, haar hoofd in ijle lucht, denkt ze elke dag aan beide zijden van de wand. Spreekt men van de goede kant. Deze man is heel erg hard gevallen. Is dat aanleiding voor een tragedie of een komedie? De man is natuurlijk keihard precies gevallen, maar dat met de tijd dat daar zo'n afzijde aanleiding is, dat het ook wel erg gevallen heeft. Ik beschrijf het zelf altijd als een verlies en ik combineer met de Christmas Carol. Het is een onwaarschijnlijke, meegemaakte, machtbewuste, machtbewuste figuur. Die het tot maar 40 jaar in is geslaagd om niet gepakt te worden en onaantastbaar te blijven voor alles en iedereen. Als hij in de FIFA in Noord-Oosten in jouw land was, je op het gebied, letterlijk op het gebied van het stadion, de macht blijft de macht wordt overgedragen aan FIFA. Is dat vaak wel een lijst van daar? Van dingen die mij eerst er altijd uithalen, dat geeft het uit om te staan. Dat is niet anders dan een club als ik leef in, en zo spelen we dat. Het voelt zich juist met tegelijkertijd zo erg dat het door dat het ook wel eens nou, het betekent weinig mensen sympathie voor het blatter. Is het niet ook een beetje een stuk waar je verkneukelt over zijn val? Ik denk dat het verkneukelt over het val van een man, maar ja, ik blijf dan ook altijd een beetje zo'n man blijft de hand aan, omdat hij meestal toelaten. Waarom laat ik dat doen? Dat vind ik altijd echt zo belangrijk. Ja, dat is heel erg goed om de beeld te nemen. Dat doen we ook in de voorstelling. Dus het is niet alleen dat iemand belachelijk probeert te maken, dat zou te makkelijk zijn. Nee, het gaat om de machinaties in de beweging. Waarom dat is zoals het is en waarom dat allemaal toestaan. Dat is niet alleen op voetbal, dat geldt voor alle sectoren. Op de nou bank is dat het vaak zo'n industrie. En ik vind het in beweging dat soort mechanismes is in elke sector. De vraag is ook over meelopen. Meelopers, maar ook simpelweg mensen die daar belang bij hebben, natuurlijk. Hoor. Dat is natuurlijk veruit de grootste groep in mensen die niet in het midden van wat ik doe. Dat is hoe die in staat van de buurt, dus de buurt in de gemeenteraad, de buurt in Nederland, de buurt van de buurt. Met hoeveel mensen spelen we? Wel met de vijfde. Paul Kooi speelt Blatter. Dat is het tweede jaar. En Peter Dros, Moa Zwaar, Lutz van Lundgren en Zerfek spelen een andere rol. En daar is het feest. Betekent dat we dit in een mindere rol spelen? Dat vind ik wel heel goed begrepen. Wij spelen een mindere rol. We hebben het wel een kleine opleiding in het buitenvak. En dan doe je dat met accenten, met hoedjes? Nee, dat doen wij niet met accenten en hoedjes. Dat doen wij gewoon door andere personages te spelen. Het is wel andere kleding staan, geen hoedjes. Zie de mannen vallen, weten zij dan niet dat alleen een vrouw kan balanceren op de rand van een hoge houten wand. Tussen hemel en aarde, haar hoofd in ijle lucht, denkt ze elke dag aan beide zijden van de wand. Spreekt men van de goede kant.